Femke Halsema heeft terloops in een podcast verteld dat zij en Robert Oei na 19 jaar uit elkaar zijn. De burgemeester van Amsterdam ontkent zelf dat er sprake is van onmin. We zijn dikke vrienden. Sinds een jaar wonen wij niet meer bij elkaar. Maar we zijn wel samen een gezin. We zorgen samen voor de kinderen en zijn dikke vrienden. Volgens privébaas Evert Santegoed zit dit iets anders in elkaar. Hij weet al sinds de lente dat de twee uit elkaar zijn. We hebben haar daar in mei al mee geconfronteerd met een soort smoking gun voor de deur, want de verhuiswagen stond voor de deur. Gaan jullie uit elkaar, want er staat een verhuiswagen? De man van Femke reageerde daar toen ontkennend op, al dus een iets wat geërgerde Evert in zijn podcast Strikt Privé. Nou, ik heb geen verhuiswagen gezien, zegt Robert. Wat een verhaal. Wat wordt er toch veel beweerd. En nu, een paar maanden later, zegt ze gewoon in een jaaroverzicht dat ze al gescheiden is. Er is volgens Evert een ander in het spel. Wij hadden toen al de informatie dat hij naar het huis vertrokken is wat ze buiten Amsterdam hebben en bovendien dat er ook een ander in het spel was. Een zekere Jorinde, zijn zakenpartner met wie hij films en documentaires maakt. Hij vervolgt dat ontkende hij ook, maar daarvan ben ik nu toch geneigd dat onze wel ingelichte bron het op dat punt ook bij het rechte eind had, ik denk dat er een ander spel is en dat dat de reden is. Hij is wel gelukkig met kerst en zij niet. Thank you.